Hoe zorg je ervoor dat je als filmmaker continu videocontent creëert en post en verspreidt op social media? Mega belangrijk, dat weten we allemaal, is continuïteit. Altijd aanwezig zijn en eigenlijk, stel je voor, je maakt elke week een video, nooit een week overslaan. Mensen zitten erop te wachten. Maar goed, de drukte van alle andere dingen dan video maken ligt ook op je schouders. Hoe doe je dat dan? Nou, twee tips. De eerste is werk vooruit. Zorg dat je een voorraad video's hebt. En de tweede, en daar wil ik het uitgebreid met je over hebben, is maak je eigen videoformat. Maak je eigen tv-show. Maak iets wat eigenlijk continu hetzelfde is, maar één variabel verandert. Eén element, bijvoorbeeld een videogast. Dat doen wij in onze 5-tips-show. Elke week hebben we een 5-tips-show. Elke keer is het precies hetzelfde, behalve één ondernemer die te gast is. En daardoor is de aflevering totaal verschillend. Wat we ook doen, en dat was tip 1 die ik net al gaf, werk vooruit. We maken meerdere tv-shows in één week. Soms op één dag filmen we 3-4 afleveringen. Op die manier bouw je videocontent op in de periode dat het rustig is. En heb je altijd videocontent op de plank liggen. Samenvattend, zorg dat je vooruit werkt. Maak meerdere afleveringen van je videoshow achter elkaar. En tip 2, zorg voor dat format waardoor je niet elke keer iets anders hoeft te doen. En als je dit onder de knie hebt, nu komt pas de echte magic. Als je dit één keer doet, en zo maken wij Inspirerende Hutspot, mijn andere YouTube kanaal. Ken je dat niet? Ga zeker een kijkje nemen, Inspirerende Hutspot. Wat wij daarop doen is, we maken één videoshow. Dat maken we 25 afleveringen. En daarna, of soms maar 10 afleveringen ook. Daarna maken we een andere videoshow. Maken we weer 10 afleveringen of 25 afleveringen. En als we die hebben, doen we dat nog een keertje. Op die manier heb ik 3 tv-shows op mijn YouTube-kanaal. TV-shows. En het is een eitje om filmpjes online te zetten. We zitten nu bij Inspirerende Hutspot. Werken we zelfs bijna een half jaar voor. Dus de video's die in de zomer online komen, hebben we in de winter gefilmd en andersom. Op die manier hebben we altijd videocontent. En is het een eitje om consistent te zijn. Ik zou zeggen, veel succes. Heb jij een tip hoe je consistent kan zijn? Laat die achter in de beschrijving. Ik bedoel niet in de beschrijving, in de reacties. In de beschrijving vind je weer linkjes naar onder andere mijn Inspirerende Hutspot YouTube kanaal. Dat zal ik eventjes linken. Ik zie jou graag. Beetje rommelig einde van deze video geloof ik. Maar ik zie jou graag in de volgende video volgende week.